Even kijken of de goede sheet erop stond. Spoorboekje of fietsroute heb ik mijn presentatie genoemd. In de aankondiging zag u wat anders, maar dat moest ik voor de zomer al inleveren. En ik heb tijdens mijn vakantie wat inspiratie opgedaan, dus vandaar deze wat gewijzigde titels. U gaat ook wat vakantiefoto's van mij zien zo dadelijk, zal ik u vast verklappen. Ja, ik wilde eigenlijk beginnen met de Tweede Kamerverkiezingen, maar die sla ik even over, want vanochtend stond in het Financieel Dagblad een artikel over dat verduurzaming de overheid miljarden gaat kosten. En ja, dat is op zich wel een hele aardige gedachte om dat eens uit te rekenen. Dat zit hem dus vooral in accijnzen. Maar ik was wel getriggerd door de titel, verduurzaming gaat miljarden kosten. Dus moeten we dan maar gewoon geen zonnepanelen op het dak leggen. Gewoon lekker doorgaan met nieuwbouwen. Nou ja, goed, dat soort vragen. Ik kom daar straks wel op terug. Remco heeft mij al uitgebreid voorgesteld. Ook verteld wat wij doen als SBR. Wij doen nog een hele hoop meer, maar daarvoor verwijs ik u naar onze website. En graag hier toch nog wel even de aandacht voor onze LinkedIn-groep. Herbestemmen van leegstaand vastgoed. Inmiddels meer dan 8700 deelnemers. Zit u er nog niet bij, sluit u aan. Vandaag dus die vakantiefoto's, wat cijfers en achtergronden, de rol van de overheid en hoe kan je plezier hebben met bestaand vastgoed. Ik stapte uit de auto hier in de toch wat troosteloze parkeergarage. Ik weet niet of u ook zo'n ervaring had. En inmiddels zijn de borden die daar vanochtend gemaakt zijn, daar achterin neergezet. Dat is ineens heel kleurrijk vastgoed geworden. En ik eindig met een aantal trends. Ja, mijn beloofde vakantiefoto's. Ik was op vakantie in Midden-Duitsland. Oh, niet te dicht bij deze box. En dat is een nogal heuvelachtig gebied. En ik heb wat kleine kinderen, dus fietsen is daar lastig. Behalve op bepaalde trajecten. En daar heb ik op gefietst. Dat zijn namelijk oude stoomtreintracés. En dus daar zag je vroeger dit en wij zagen dat. In een aantal jaren is daar een hele nieuwe economie ontstaan. Waar we vroeger grondstoffen en mensen vervoerden met stoomtreinen, is er nu de economie van het toerisme. En ja, zo'n boom over de weg, die is met de fiets wel makkelijk te passeren. Met een stoomtrein gaat dat wat lastiger. En je ziet dan aan de randen ook een hele nieuwe economie ontstaan. Want dit was een voormalig station, daar wordt nu gewoond. En als je om je heen kijkt, ik was een jaar 5 niet in Duitsland geweest, zie je dat het niet meer over steenkolen gaat, maar dat de zonnepanelen daar een enorme vlucht genomen hebben. En zelfs die trein die daar rondreed, die heeft een nieuwe bestemming gekregen. Die is nu in gebruik voor het kinderprogramma van het vakantiepark waar we zaten. En ja, zoals u ziet, ik was in die weken op vakantie dat het hier regende, maar ook daar regende. Maar goed, mijn dochter had toch een leuke tijd in die trein. Want daar zat ze wel droog. Je ziet dus dat daar een hele nieuwe economie ontstaan is. En toen ik daar zo rondfietste, toen dacht ik van ja, misschien is dat ook wel aan de hand met ons vastgoed. We zijn in een tijd waarin er veel in beweging is. Er is veel leegstand, er wordt veel gesproken over duurzaamheid. En Remco had straks een heel mooi plaatje van Shift Happens. Misschien zitten we wel in zo'n transformatietijd waarin we weg moeten van die stoomtrein en moeten kijken hoe we met fietsen weer wat van kunnen gaan maken. Ik had u wat cijfers beloofd. Deze cijfers die zijn algemeen bekend en plus 10-20%, min 10-20%. Afhankelijk van degene die cijfers uitbrengt zit er altijd wat verschil in. Wat hier niet op staat was dat er van de week nog in het nieuws was dat er ook 300.000 woningen leegstaan in Nederland. En dat we ook te maken hebben met gemeenten die tienduizenden hectare in bezit hebben, waarvan waarschijnlijk 10.000 hectare aankoopwaarde 1,1 miljard euro eigenlijk niet meer ingezet gaat worden voor bebouwing. Kortom, we hebben heel wat vastgoed staan en er komt ook nog heel wat aan. Dat brengt me op de stelling dat alles wat onze kinderen nodig zouden kunnen hebben aan gebouwen, dat staat er eigenlijk al. Dit plaatje gebruik ik op allerlei plekken. Dit kan je zelfs aan een schoolklas uitleggen hoe leegstand werkt. En hoe het zich ook kan doen toenemen. Want ook al hebben we leegstand, er is altijd nog wel weer een prachtig plan.
getekend in rood om weiland te ontwikkelen. Inmiddels is er heel wat geschrapt, maar toen we ongeveer 6 miljoen vierkante meter leegstand hadden, hadden we ook nog 10 miljoen vierkante meter aan plannen. En dat heeft een aantal oorzaken. Ik ga dit nu niet helemaal doorakkeren. U kunt mijn blog lezen die ik daarover op Wikipedia geschreven heb. Maar uiteindelijk iedereen had profijt van dat we met elkaar flink aan het bouwen waren. Als je een feestje wil vieren, ga je ballonnen opblazen. Iedereen blij. Dat was ook in dit geval. Maar nu de ballonnen beginnen te knappen, lijkt het feestje over. En dan krijgen we te maken met de gevolgen, vermogensschade, buurten verpauperen. Op een monofunctionele kantoorlocatie is dat misschien nog niet zo heel erg, maar in een winkelstraat vlakbij het gemeentehuis misschien wel. En iemand vertelde me laatst, ja, als Duitse beleggers Amsterdam inkomen en ze zien al die tehuurborden, dan keren ze nog net niet om, maar heel ver weg is dat niet meer. En een vraag die maar regelmatig gesteld wordt en in allerlei discussies en groepen naar voren komt is, doet de overheid voldoende? Daar heb ik ook een paar sheets over meegenomen. Vlak voor de zomer is het convenant aanpak leegstand kantoren gesloten. En dat convenant had eigenlijk al een hele lange geschiedenis. Dat weet niet iedereen. Maar in 2010 was er al een kantorentop. Toen was er ook een demissionair kabinet. Maar die zette dat nog wel in gang. In 2011 leidde dat tot een actieprogramma. En nu heeft dat geleid tot een convenant. Dat convenant is door heel veel marktpartijen, brancheorganisaties meegetekend. Wil ons helpen om naar een goed functionerende kantorenmarkt te komen. Maar als je goed leest in dat convenant, dan moet er nog heel wat gebeuren. En volgens mij gaat Rienes vader straks ook wat ideeën uit de doeken doen hoe hij ziet dat we daar stappen in kunnen gaan zetten. Want als ik op dit moment kijk in de markt, gebeurt er nog niet zo heel veel. Partijen zitten toch af te wachten. Er ligt een mooi convenant, maar er gebeurt nog maar mondjesmaat wat. Aardig in dit kader is wel om te vertellen dat vanochtend hebben eindgebruikers in het kader van de Dutch Green Building Week, het is deze week ook Dutch Green Building Week, een gedragscode duurzaam vastgoed ondertekend. En een zin daaruit is van ik ga pas een nieuw pand ontwikkelen als er in de bestaande voorraad geen mogelijkheden meer zijn. De overheid heeft een beperkte rol bij het convenant. De overheid heeft natuurlijk, en daar is op een van de eerdere versies van dit symposium ook ruim aandacht aan besteed, de leegstandsverordening in het leven geroepen. Er zijn slechts een beperkt aantal gemeenten die daar gebruik van maken. Het instrument is er wel, maar veel gemeenten hikken aan tegen de administratieve lasten die dat met zich meebrengt en zeggen wij kunnen ook wel zelf informeel wat van die dingen doen uit die leegstandsverordening en met marktpartijen praten om ze in beweging te krijgen. Wij organiseren 4 oktober een dag speciaal voor gemeenten om te kijken van hoe kan je nou je rol formeel en informeel in dat leegstandsverhaal optimaliseren. Bouwbesluit. Met dat gezegd, bouwbesluit was een belemmering bij het transformeren van leegstaande panden. Nou, daar viel wel wat op af te dingen, maar in ieder geval is het nu op papier een stuk makkelijker geworden. Hoe makkelijk dat in de praktijk is, dat moet zich nog wel een beetje gaan uitwijzen. Omdat allerlei deskundigen daar ook alweer vraagtekens bij zetten. Tijdelijke ontheffing, daar komen we straks nog een voorbeeldje tegen. Grondexploitatie sla ik eventjes over. Er is ook een expertteam kantoortransformatie in het leven geroepen, volgens mij na dat actieplan. En nu ook onderdeel van het convenant. Er komt ook nog een expertteam planschade. Het filmpje wat erin zit, kunt u op onze website ook terugzien. Het duurt 8 minuten, dus dat gaan we vandaag niet doen. Maar daar werken een aantal experts vanuit de overheid en vanuit de markt samen om projecten verder te helpen. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de nodige particuliere initiatieven. Ja, maar even te laten zien dat de politiek soms toch wel een beetje verkokerd is. Dat expertteam, wat ik daarnet liet zien, dat komt vanuit Binnenlandse Zaken. Er is ook een nationaal programma herbestemmen. Dat komt vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Want dat houdt zich vooral bezig met karakteristiek vastgoed. Niet alleen monumenten, dat zou je wel denken. Maar ook de gebouwen die zo karakteristiek zijn dat ze misschien wel monument gaan worden. Er is een nationale agenda opgesteld, 30-tal partners, waaronder SBR, hebben die getekend. En voor mensen die op zoek zijn naar leuke projecten ter inspiratie, ze hebben ook een uitvoerige kennisbank
En wie de Slag om Nederland te populistisch vindt, omdat het alleen maar partijen in de hoek zet. Vanaf oktober is er ook herbestemmingstv, hoop of sloop. Dat gaat 7 oktober starten. Ik zou zeggen, kijk allen. Ja, wat kan je nou met leegstaand vastgoed? Ja, eigenlijk is dat niet zo moeilijk. Je hebt volgens mij op hoofdlijnen een 5-tal strategieën. Je gaat de oude kantoren revitaliseren. Dat betekent dat je een enorme verduurzamingsslag gaat maken. Agentschap NL heeft wel eens uitgerekend dat als je zoiets doet, dat het niet slim is om een beetje te investeren. Je moet dan goed investeren in duurzaamheid. Dus gelijk naar A++ label. En dan heb je op de lange termijn heb je een goede investering gedaan. Maar je moet natuurlijk wel een huurder hebben voor zo'n kantoorpand. En dat kan er heel mooi uitzien. Je ziet, deze betonnen bak is ja, toch wel dit mooie beeld geworden. Plaatje is wat klein, maar goed. Tijdelijk hergebruik kan met behulp van die ontheffingsmogelijkheid. Hier ziet u een school in Utrecht, maar ook in Amsterdam wordt er op dit moment het oude ACTA-gebouw getransformeerd naar studentenhuisvesting. Gaat dan om periodes van 5 of 10 jaar voorlopig. Met redelijk minimale investeringen wordt een gebouw geschikt gemaakt voor tijdelijk een andere functie. En ja, na die tijd zou het bestemmingsplan weer van toepassing worden. Maar goed, ik zeg altijd, dat moet je nog maar zien. Misschien ontstaat er dan een soort gedogen. En vaak zie je ook dat die tijdelijkheid weer een soort katalysator is naar een nieuwe beweging. Dan heb je natuurlijk het transformeren van gebouwen naar een andere functie. Nou, daar zien we straks ook wat voorbeelden van. Sloop, daar heb ik nieuwbouw tussen haakjes gezet. Wat we nu vaak zien is dat als er sloopnieuwbouw plaatsvindt, dat er altijd meer volume terugkomt. Rekenkundig schijnt dat zo te moeten. Er zijn ook onderzoeken die zeggen van als je in een gebied een gebouw sloopt, dan stijgen de omliggende gebouwen 5% in waarde. Alleen we moeten nog een goede manier vinden om dat even af te rekenen. Misschien dat Rinus daar straks ook iets over gaat zeggen. En je kan natuurlijk nog hele gebieden gaan herontwikkelen. Er zijn ideeën, bijvoorbeeld over monofunctionele kantoorgebieden. Gedachten om daar al het vastgoed mee in een soort VVE te gooien. En te kijken of je daar misschien een aantal gebouwen moet wegstrepen. En alles wat je investeert, maar ook wat je aan opbrengsten weer uithaalt, te verdelen tussen de partijen die in zo'n VVE deelnemen. En dan kan je misschien weer een heel nieuw perspectief voor een gebied ontwikkelen. Vroeger hadden we weilanden, daar ontstonden nieuwe perspectieven voor. Nu hebben we monofunctionele kantoorlocaties. Daar moeten we ook weer kijken naar nieuwe perspectieven. Ja, wat zijn dan de succesfactoren? Er zei iemand een keer tegen mij, ja, leuk jij met je LinkedIn-groep, al die mensen. Maar zolang die eigenaar niet beweegt, kunnen al die mensen prachtige ideeën hebben, prachtige plannen. Maar gebeurt er niks. En dat is ook wel de praktijk. Er zijn gebouwen waar stapels haalbaarheidsstudies van liggen, concepten om er wat te doen. En de eigenaar neemt het dankbaar in ontvangst en zegt, ik denk er nog eens over. Het is wel aardig, maar ik hoop nog steeds op die ene huurder die dat 10-jaarscontract wil voor deze 5000 vierkante meter. Het worden er steeds minder, maar dat geloof is er nog wel. Over karakteristiek erfgoed zei iemand maar eens een keer, ja, uiteindelijk begint behoud met houden van. En volgens mij kan je dat ook wel toepassen op anonieme kantoren. U zag straks die school in Utrecht. Op het moment dat er partijen zijn die er wat in zien, die daar eigenlijk een beetje gek van zijn. Zij weten partners te verzamelen, dan kan het zomaar gebeuren dat ook een lelijk gebouw weer een nieuwe bestemming krijgt. Samenwerking is daarbij wel cruciaal en dat klinkt als een open deur, maar je ziet nog veel te vaak dat partijen vanuit hun eigen positie en belang zeggen die ander moet maar wat doen en ik wacht nog even af. Een aardig voorbeeld van samenwerken is bijvoorbeeld Zwolle, waar overheid en bedrijfsleven een overeenkomst gesloten hebben om een gebied samen weer verder te gaan helpen. En daar ook beide in investeren. Vraag die vaak opkomt is van, ja, wat gaat nou, waar begin je nou? Begin je bij de markt? Waar zit de vraag? Of begin je bij het gebouw? Je moet natuurlijk niet doen of je geen gebouw hebt, want je hebt gewoon wat staan. En kijk naar de aanwezige kwaliteit en hoe je dat op een goede manier met de vraag kan matchen.
Er was iemand die zei, ja, er was van een provincie en die hadden een haalbaarheidsregeling. Hij zegt, ik heb hele stapels haalbaarheidsstudies, maar daar gaat niks door. Ik zei, ja, dat is volgens mij ook niet zo verwonderlijk. Ik zei, want dat zijn vaak dan architecten, niks ten nadele van architecten. Maar die mooie plannen tekenen en daarna wordt er gerekend en wordt er duidelijk dat het niet kan. Dus eerst rekenen, dan tekenen. En beperkt die nieuwbouw, hè. Over dat rekenen gesproken, wij organiseren 6 november... een middag over rekenen aan transformatie. Samen met BBN-adviseurs hebben we een module beschikbaar. Die kan je gewoon zelf proberen. Om een eerste verkenning te doen van transformatie van kantoor naar wonen. We gaan ook andere functies toevoegen, maar deze zit erin. En Deloitte heeft in de tweede versie wat fiscale informatie toegevoegd. Omdat het vaak discussie is van, is iets nou nieuwbouw of bestaande bouw? Dat is een discussie die vaak gevoerd moet worden met de fiscus. En daar zegt dit instrument ook iets over. En op 6 november gaan we daar verder op in. Ik eindig met een twaalftal trends die ik zie. En sommige die hoorde ik ook al in het verhaal van Remco. Volgens mij kijken we aan tegen een enorme verflexing in de hele markt. De glazen ontbreken, maar ik moet toch even een slokje water. En het gaat niet eens zozeer meer om het gebouw, maar wie heb je bij je als partij aan huurders? En weet je die huurder ook aan je te binden voor korter of langere tijd? En dat wordt een steeds spannende vraag, want de contracten worden steeds korter. Op sommige plekken kan je al voor een maand terecht of 3 maanden. En het gaat niet meer om vierkante meters verhuren. Sommige fondsen die zijn bezig een beweging te maken om alleen maar bureaus te gaan verhuren. Dus een organisatie beslist dan op enig moment dat ze willen groeien of afnemen in aantal bureaus. Ik heb nog wat plaatjes bij die trends, dus ik scan er nu even snel doorheen. Dit zijn ze alle 12 en ze komen nu in een wat gedetailleerdere vorm langs. Want anders dan heb ik alles al verklapt en dan moet ik straks nog door die plaatjes heen. Die verflexing. Bij mij in de buurt zijn de afgelopen 2 jaar zijn er op 3 plekken... wat ik dan maar noem, ZZP-achtige concepten open gegaan. En daar zie je natuurlijk ook een trek vanuit de randen van de stad en vanuit de zolderkamers weer de stad in. Want het zijn niet alleen maar ZZP'ers, maar soms ook kleine bedrijfjes. En bedrijfjes die het zwaar hebben, wat inkrimpen, dicht bij huis gaan zitten. Terug naar de zolder is nog een stap te ver. Daar zie je dus op dit moment, zeker in steden, allerlei concepten ontstaan. Onttrekking en functieverandering. Hoe goed zijn we nu eigenlijk in herbestemmen, transformeren? Als je naar deze cijfers kijkt, dan zijn we nog niet zo heel goed. Dit zijn cijfers van de NVM en die hebben dat in kaart gebracht tot en met 2010. En dit is wel een mooie stijging. Dat betekent dat we 250.000 vierkante meter uit de markt gehaald hebben afgelopen jaar. Nou, realiseert u zich 7, 8 miljoen vierkante meter. Nou, dan kunt u uitrekenen hoe lang we bezig zijn. Per 4 jaar 1 miljoen. Dus dat gaat nog heel lang duren als we dat zo doen. En je ziet ook hieronder waar dat naartoe gaat. En dat is 58% daarvan wordt gesloopt. 26% gaat naar woningen. En dan hotels is 3%. Ik denk dat die in de nieuwste cijfers wat meer zal worden. Zeker als ik kijk naar de ontwikkelingen hier in Amsterdam. Volgens mij hier op het hoekje komt de Golden Tulip. Ik weet niet of ik nu de goede kant op wijs. En eentje die ook wel redelijk substantieel is, is onderwijs. 8% zijn ook een aantal leuke recente voorbeelden. Dat mag nog wel wat omhoog. En hier ziet u Papendorp. Wat wel aardig is, daar kan ineens ook snelheid gemaakt worden. Dit kantoor is in 5 maanden tijd een hotel geworden. Ja, met nieuwbouw red je dat volgens mij niet. Dus je kan ook snel wat realiseren op plekken. Ik heb er geen statistische cijfers van, maar volgens mij wordt er steeds vaker gekozen voor bestaande bouw. Moet u de berichten maar eens een beetje in de gaten houden. De BOVAG onlangs. Alliander, die zei, we hebben hier 5 losse kantoren, daar gaan we een atrium omheen zetten. Dat is een combinatie van bestaand en nieuw.
gemeentehuis. Ik weet niet wie de Slag om Nederland kijkt, maar daar hebben we ook een mooie aflevering gehad waar al die gemeenten die in fusie waren of niet om de zoveel tijd weer een nieuw gemeentehuis wilden. Dat meestal hoopte te financieren met de verkoop van de oude gemeentehuizen, wat dan niet lukte. Vlaardingen had ook gerekend, wilde een nieuw gemeentehuis, althans een deel. Daar kwamen ze financieel niet uit. Toen is de architect nog eens gaan kijken naar de bestaande vleugel. En dat bleek wonderwel te gaan passen. Ze hebben dat ding gestript en van een nieuw jasje voorzien. En binnen budget staat het er weer spik en span bij. Zo zie je allerlei bewegingen. Shell is onlangs teruggekomen met 1100 man naar Rotterdam in bestaande bouw. Nuon verhuisde van Arnhem naar Amsterdam, ook bestaande bouw. En zo zijn er heel veel partijen die hun neus niet meer ophalen voor iets bestaans. Ja, dan is de vraag, ja, wat gaat er nou voor? Zo'n anoniem kantoorgebouw kiezen we dan toch voor karakteristiek vastgoed? Dit is een kerk in Nijmegen en daar is sinds enige tijd een skatehal gevestigd. Vaak zie je die dingen buiten, maar deze jongens kunnen dus overdekt skaten. Daar zit een kort filmpje bij. Hij zit er niet bij, zie ik inmiddels. Deze presentatie wordt verspreid, dus dan kunt u het filmpje thuis kijken. Maar het ziet er best grappig uit. Het is volgens mij ook nog op een manier gemaakt, mocht er ooit weer behoefte zijn aan een kerk in Arnhem op die plek, dan kan het hout er zo uitgehaald worden en de kerkbanken weer terug. Tijdelijkheid als katalysator. Dit is die school in Utrecht die u al gezien had, dus die sla ik even over. En wat ik wel aardig vond, Remco eindigde met van leegstandsbeheerder naar leegstandsontwikkelaar. En dat is ook wel wat ik bedoel met, er zijn nieuwe spelers die de oude inhalen. In Rotterdam hebben we het Schieblok, daar zit Codem. Dat zijn gewoon een aantal jongens die voor zichzelf begonnen zijn en nu zonder inbreng van makelaar 5000 vierkante meter vullen met een flexibel concept. Waarbij ze zeggen, wij leveren hele goede basisvoorzieningen, snel internet en achter je voordeur moet je het allemaal zelf weten. Heel erg gebaseerd op samenwerken, persoonlijke contacten. En hier, Young Startup vind ik een mooi voorbeeld van dat het uiteindelijk niet meer gaat om de stenen, maar wie heb je in je netwerk? Het is een netwerk van jonge ondernemers die op allerlei plekken kantoorruimte claimen en daar aan de slag gaan. En zo'n website, je ziet het al, het gaat niet over vastgoed. Het gaat over hoe je Big Mac betaalt. Wat je ook ziet, we zitten hier met ik geloof 250 mensen. Beneden hadden we ook goed de ruimte. Maar heel veel organisaties die maken gebruik van het moment om nieuwe contracten te sluiten, om die flink kleiner te maken. He, dus de lagere prijs, maar ook 30-40% minder oppervlakte. En dat zorgt natuurlijk ook voor een structurele daling van de vraag. Rijksoverheid, elke ambtenaar had 1,3 bureau. Zijn er hier ambtenaren? Klopt dat? Ze gaan in ieder geval naar 0,7. En dat heeft alles te maken met het nieuwe werken, wat ook alweer heel oud is, maar nu toch weer hip. Maar waarbij veel meer thuis en onderweg gewerkt wordt. Een toenemende focus op knooppuntlocaties. Moet dicht bij openbaar vervoer zitten, het liefst ook nog dicht bij de snelweg. Je bent er snel, je komt er snel weer vandaan. Ik merk het zelf ook. Als ik naar Utrecht moet, ik heb eigenlijk al geen zin om de stad in te gaan. Dus ik zeg, kunnen we niet gewoon op Centraal Station afspreken? En we hebben te maken met een trend als vergrijzing, krimp. Dus we hebben gewoon heel veel vastgoed. En dat zorgt ervoor dat we op dit moment gewoon te maken hebben met waardevermindering. De cijfers verschillen, maar er staat inmiddels een flink deel van het vastgoed onder water. Dus is het sale. En sommige mensen maken daar dankbaar gebruik van. Koen van Oudstam kocht vlak voor de zomer met OVG 60.000 vierkante meter in Amsterdam voor 17 miljoen euro. Moet je even realiseren dat het KPMG-gebouw in Amstelveen in de boeken staat voor 90 tot 100 miljoen euro. En dat is minder vierkante meters. Van rendement naar cashflow. Ik weet niet of dat blijft. Maar op dit moment zie je wel heel erg de trend van als we er maar geld uit halen. En mensen doen er allerlei gekke dingen voor. Geven incentives waar je als huurder heel blij van kan worden.
voor de eigenaar gaat het er vooral om. Kan ik mijn onderhoudskosten betalen? Kan ik mijn rentekosten betalen? Ja, wat je, of dat echt een trend is, dat is, nou goed. Maar wat je in ieder geval wel ziet, steeds meer van de functies, de installaties, komen terecht in meubels of in ieder geval flexibele concepten. Cubic Hotel hier in Amsterdam. En rechts ziet u een kant-en-klare badkamer die je zo naar binnen kan helpen. En volgens mij zit die ook in het Student House in Eindhoven. Ja, anonieme gebouwen, ja, die bestaan wel, maar ze bestaan eigenlijk ook niet, want ze zijn er gewoon niet. Als je niet gezien wordt, dan ben je er niet. En steeds meer partijen krijgen dat door. En je ziet nu dat soms hele lelijke gebouwen met een heel aardig marketingconcept ineens toch weer hip zijn. Hè, wat ik wel aardig vond, Zuidpark, dat is in mijn ogen niet echt een voorbeeld van een heel prachtig kantoor. Maar doordat ze zich afficheren met groen, hun daktuin als unique selling point neerzetten, zijn ze ineens hip. Ik begreep, laatst was er zelfs een dakdiner. Dus ook in je mix van activiteiten die je dan als exploitant doet, zet je je gebouwen in de picture. Wat volgens mij echt een enorme stap voorwaarts is, is dat Amsterdam 6 oktober 200.000 vierkante meter kantoren opengooit. Heel veel eigenaren die zijn bezorgd om hun kantoor open te doen. Er zijn docenten van hogescholen die daar alles van kunnen vertellen, ook hier in de zaal. Als je een kantoor wil hebben voor een project, eigenaren zijn vaak heel erg bang voor onrust rond hun pand. Nou, 6 oktober gaat er rond 200.000 vierkante meter onrust ontstaan. Exposities, sessies om te kijken wat voor concepten kunnen daar. Amsterdam heeft nog wat meer leegstand, maar ik zie het wel als een eerste stap om gewoon de boel open te gooien en te kijken of je met andere partijen ook ergens kan komen. Ranking the stars, nee, ranking de kantoorgebieden. Eerder deze week kwam Jones Lang LaSalle hiermee naar buiten. De Zuidas schijnt op dit moment dé plek te zijn om te zitten. En zo hebben ze nog 232 gebieden in de 50 convenantsgemeenten, dus die voor het convenant aanpak leegstand getekend hebben, gerankt. Je kan dus zien of je een beetje op je plek zit, maar dat is nu. Hoe de Zuidas er over 5 of 10 jaar bij staat, vertelt het verhaal nog niet. Als 12e heb ik, ja, dat zien we nog niet, maar ik denk wel dat het gaat komen. Er zijn allerlei partijen druk bezig om te kijken van hoe kunnen we wat volume uit de markt halen. Anderen zeggen weer, nee, we moeten geen volume uit de markt halen, want die stelling van mij, alle gebouwen voor je kinderen staan er al, dus waarom gaan we ze überhaupt slopen? Maar ik denk dat we toch iets te veel stenen hebben. En misschien moeten we kijken of een aantal met name grote volumes uit de markt kunnen gaan nemen. Om toch dat angstwekkende cijfer van die 8 miljoen naar beneden te krijgen. Maar de grote vraag is nog steeds, wie gaat dat betalen? Ik begon met spoorboekje of fietsroute. Ik heb u wat aanzetten gegeven. Ik hoop een beetje geprikkeld in het nadenken over van, ja, hoe zit dat nou met die vastgoedeconomie? Gaan we daadwerkelijk een andere richting op en wat zou die dan moeten zijn? Wij zien beweging. Ik refereerde al even aan Amsterdam. Rotterdam heeft vorig jaar 40.000 vierkante meter getransformeerd. De wethouder heeft gisteren verteld dat hij dat komend jaar minstens wil herhalen en liever uitbreiden. De Haagse wethouder die zegt, ja, ik heb geen ruimte meer aan de randen van mijn stad, maar ik moet nog wel heel veel mensen kwijt als ik naar de cijfers kijk. Ik heb 1 miljoen vierkante meter rijkskantoren leegstaan straks in de binnenstad. Ik ga geen Vinex meer doen in het weiland, maar ik ga Vinex in kantoren. Op dit moment doet Den Haag, ik geloof, 5000 vierkante meter onttrekking per jaar. Dus hij moet nog wat tempo gaan maken. Maar goed, de ambitie is er. Ik moet u één ding. Er stond dat wij een steentje hier hadden, maar wij hebben geen steentje. Want ik moet zo dadelijk ergens anders naartoe. Ik ben dus ook niet beschikbaar om hun vragen te beantwoorden. Maar we organiseren allerlei activiteiten, van games tot workshops. Hier een kleine selectie. Dat is even mijn reclamespot dan, zo zeg ik het maar, Remco. Dus ik heb geen stand, maar hier kunt u dat terugzien, deze sla ik over. Volgens mij zijn we op weg naar een nieuwe vastgoedeconomie. En dan eindig ik toch met de titel van mijn presentatie. Volgens mij moeten we herbestemmen wat kan, slopen wat moet en terughoudend zijn met nieuwbouw. En de vraag is, ligt u met uw bedrijf op koers?
En daarmee laat ik u achter. Dank u wel.